We staan hier in het streekziekenhuis Koningin Beatrix bij de Europa Run. Wat is de gelegenheid hier? Nou, wij willen vandaag geld inzamelen voor het goede doel van de Europa Run. Wij lopen voor mensen met wie kanker hebben, ter ondersteuning daarvan. En natuurlijk hebben wij altijd een verband met het ziekenhuis. Dit jaar hebben we de afspraak met het ziekenhuis om samen te kijken voor ondersteuning om mensen met kanker in beweging te krijgen. Omdat je, als je kanker hebt, is het natuurlijk heel lastig om nog perspectieven te ervaren. Maar op het moment dat je in beweging bent, dan kun je zowel lichamelijk als geestelijk in beweging. En dat willen we graag gezamenlijk stimuleren. En daarvoor zijn we onder andere bezig om fietsen aan te schaffen in het ziekenhuis. Als je chemo krijgt, dat je dan ook, terwijl je het ontvangt, kunt fietsen, in beweging kunt zijn. Wat is de Europa Run eigenlijk precies? De Europa Run is een weekend waarin allerlei teams lopend een grote afstand afleggen van in ons geval bijna 570 kilometer. En er zijn een heleboel teams die gaan vanuit Parijs in het Pinksterweekend de route lopend afleggen naar Rotterdam. En er zijn een hele reeks teams die dat doen vanuit Hamburg. Nou, en wij vertrekken vanuit Hamburg. En we gaan dan 3 dagen lang lopend van Hamburg naar Rotterdam. Lopen jullie dat hele stuk zelf? We hebben een team van 8 lopers. En een team van 8 lopers wordt verdeeld in 2 subteams van 4 lopers. Overigens, een team bestaat niet alleen uit lopers, maar ook uit fietsers. Er gaat een fysiotherapeut mee, er is een arts mee, er zit een hele entourage omheen. In totaal bestaat het team uit 26 personen. En elk subteam van 4 lopers en een aantal fietsers en wat ondersteuning doet telkens een stint van ongeveer 50 kilometer. En gedurende die 50 kilometer is de ene ploeg aan het lopen en de andere ploeg is aan het rusten. En zo wisselen we iedere keer om totdat we in Rotterdam zijn aangekomen. En het is een run, dus ik neem aan dat het hardlopen is. Het is geen wandelen, of wel? Het is inderdaad hardlopen. En de indeling is zo gemaakt dat of je nou vertrekt vanuit Hamburg of je vertrekt vanuit Rotterdam, alle teams komen ongeveer op hetzelfde moment in Rotterdam aan. Dus daar is een enorm evenement daar. Het is allemaal voor het goede doel. En een team van 8 personen, zeg je, van 8 lopers, komen die ook allemaal hier uit Winterswijk? De meesten komen uit Winterswijk, niet allemaal, hè, want er zijn ook een paar die komen van buiten de plaats. Bijvoorbeeld een van de lopers komt uit Zutphen, maar het zijn wel allemaal mensen die zitten binnen onze vrienden- en kennissenkring. Nu staan jullie hier in het ziekenhuis, hè? Wat is dit voor een speciale dag eigenlijk? Ja, vandaag is het ziekenhuis, is het open dag. Dus alle mensen die geïnteresseerd zijn in het hele gebeuren rondom een ziekenhuis, om daar te werken of om kinderen die eventueel scholing willen doen, die zijn natuurlijk ook hier in het ziekenhuis om te bekijken. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon nu allerlei dingen willen zien van het ziekenhuis wat ze anders niet te zien kunnen krijgen. Dus daardoor zijn wij ook hier, omdat er heel veel belangstelling is. En wij hopen daardoor ook veel te kunnen verkopen aan loten en bloemen. En wat jullie nu verkopen, dat is dus ook al voor de opbrengst van Europa Run. Wat levert nog meer op? Ik bedoel, want het zal niet alleen hier van de loten zijn. Nee, we hebben de actie van vandaag, maar we hebben ook benefietbijeenkomsten. Dus we hebben een benefietbijeenkomst gehad bij de bioscoop hier. Er komt een benefietbijeenkomst aan bij Gusto, die meewerkt aan een high wine. En daarnaast verkopen we ook spullen bij hardlopen evenementen. En daarnaast verkopen we als stichting ook gewoon loten waarmee je mee kunt doen aan de loterij. En wanneer gaat de Europa Run nu plaatsvinden? Zoals elk jaar gaat de Europa Run plaatsvinden met Pinksteren. Ja. Nou, dan wens ik jullie allebei heel, heel veel succes en sterkte alvast. Ja, dankjewel. Ja.